actie. Ja, we zijn alweer terug. En Frans de Vries, die nu bij mij aan tafel zit, die wilde mij net vertellen waar Kwaku voor stond. En dat komt omdat hij evenementenorganisator is en verantwoordelijk voor de organisatie van het Kwaku-festival, maar ook de jaarlijkse uitmarkt en ook het Vondelpark Openlucht, bijvoorbeeld, theater. Ja. Maar waar staat het dan voor, Frans? Kwaku is een naam, het betekent woensdag. En het is een West-Afrikaanse traditie om je kind ook de naam van de geboortedag mee te geven. Eigenlijk een beetje zoals wij katholieken dat ook met naam heilig of de heilige. Jullie katholieken. Nou ja, men katholieken. Ben je katholiek, Frans? Nee, ik ben geen katholiek, nee. Maar Kwaku is woensdag. Kofi is bijvoorbeeld vrijdag. Dus Kofi Annan is op een vrijdag geboren. Juist. En op woensdag 1 juli 1863 is de slavernij afgeschaft. Ja. En daarom staat de slaaf Kwaku voor de afschaffing van de slavernij. En is ooit aan het festival wat in 1975 in de Bijlmer Zuidoost, Amsterdam Zuidoost is ontstaan, de naam Kwaku gegeven. Heb ik nooit geweten. Dank je wel voor deze uitleg. Overigens gaat het niet door natuurlijk dit jaar. Nee, dat gaat zeker niet door, zoals zoveel dingen. Nee, en ook niet de jaarlijkse uitmarkt. Nee, uitmarkt gaat. Nou, daar zijn we bezig om een variant voor te vinden. En dat daar wil ik straks nog heel even over hebben. Ja, ik ben sowieso eventjes, uitmarkt is mijn ding. Ja. Want ik heb ooit niet aan de wieg gestaan, maar toen het voor het eerst werd georganiseerd, toen werkte ik bij het Cultureel Informatie Service Centrum Amsterdam, dat medeorganisator was. Dus, Siska. Dat is Siska. Ja. En daar was ik, dus ik ben daar heel nauw bij betrokken geweest. Ja. Dus dit heeft mijn hart. Maar goed, dit terzijde, sorry. Nee, dat is helemaal niet sorry. Ik bedoel, het ligt ons allen heel na aan het hart. En de hele cultuursector, zo breed inderdaad van theatervoorstellingen, muziekvoorstellingen, tot aan wat Kwaku is, een grote Surinaams-Antilliaanse jaarlijkse reunie. En dat is allemaal cultuur. Ja. En dat is allemaal wat nu niet doorgaat of minder doorgaat. Of de uitmarkt zou niet eens door kunnen gaan, al zou het mogen. Ja. Want die geven een voorproefje van het nieuwe seizoen, van alle theatervoorstellingen en muziekvoorstellingen. Ja, maar dat gaat natuurlijk helemaal niet. Nee, dat is natuurlijk waar. Het is een enorm gemankeerd seizoen wat er hier aan staat te komen. Maar tegelijkertijd is de uitmarkt meer dan alleen een opening. Het is ook een weekend waarin de focus nationaal gericht is op kunst en cultuur. Bijna alle dagbladen hebben een culturele bijlage. Weekbladen besteden aandacht aan kunst en cultuur. Radio, televisie. En er komen heel veel mensen. En er staan heel veel optredens in zo'n weekend. Nou, als wij die focus weten te leggen op kunst en cultuur in dat laatste weekend, dan is het niet de uitmarkt die wij altijd al kenden. Maar het wordt wel een hybride uitmarkt, noemen we het. Het is online evenement organiseren met een aantal live elementen daarin. Een online evenement, ik probeer. Dus dan zitten wij voor ons laptopje en dan kijken we naar optredens. Dat kan. Je kan een aantal. We gaan een aantal streams. Nee, de online uitmarkt bestaat inderdaad uit een aantal streams, disciplinegewijs. Je kan een klassieke stream volgen, je kan een literatuur, boeken volgen, je kan pop, je kan allerlei disciplines volgen. En wij hoppen inderdaad van zalen, van de ene zaal naar de andere zaal in het land. En daar laten wij voorstellingen zien. Wel, want wij gaan daar dingen programmeren. Ah. En voor een deel zijn dat voorstellingen waar wat publiek bij kan. En voor een deel zijn het voorstellingen misschien waar geen publiek bij kan. Maar dan is die via de laptop, de computer, de telefoon, het tabletje, zijn die te volgen. En is dat dan niet per definitie muzikaal wat je daar dan nu moet programmeren? Juist omdat de theaterpodiumkunsten voor 70% door vrije producenten georganiseerd helemaal geen plannen durven te maken, kunnen maken voor de toekomst? Nee, dat is ook zo. Maar ik denk wel dat je dan heel erg een focus kan leggen op de makers zelf. En misschien niet de voorstellingen, maar zoals je ook zag toen Ivo van Hoven Decameron pakte, helemaal in het begin van de crisis, en een aantal acteurs verhalen vertellen in camera voor de mensen thuis. Vond je dat geslaagd?
Ik vond het geslaagd omdat je zag dat het wel aankomt. Iemand die jou een verhaal vertelt. En het is natuurlijk een gemankeerde situatie, omdat je het liever anders wil. Maar kunst, cultuur is niet anders dan het vertellen van verhalen. En daar vindt de een medium voor schilderkunst, de ander muziek. En op het moment dat je in deze situatie zit, dan is dit je medium. Ja. En dan zie je dat het... er zijn mogelijkheden. En ik denk dat we die mogelijkheden maar moeten benutten. Juist. Juist ja. Nu. En dan zien we wel weer verder. Al was het ook maar om steun te blijven houden en om publiek te blijven houden. En op het moment dat er meer ruimte komt, dan bewegen we wel weer in die ruimte. En okay, dus we dat... gaan nog even voorafgaand aan die uitmarkt, want het is heel erg optimistisch om te denken dat er meteen 100.000, 300.000, 400.000 man voor de wat normaal zo zit. Is, hè, in wat het weekend. Wat normaal is natuurlijk. Ja. Organiseren wij van, realiseren wij vanaf eind van deze maand, het is al juni geworden, een platform waarop wij allerlei artiesten laten zien. En dat is, dat noemen we dan de thuismarkt. Twee maanden lang zijn er filmpjes te volgen van artiesten, muzikanten, theatermakers. En dat plaatsen wij allemaal op dat online platform. Daar gaan we een kleine bijdrage voor vragen. Ook omdat wij denken dat... Want je betaalt je artiesten wel? Die betalen wij vanuit de bijdrage en de donaties van het publiek. En wij willen niet bijdragen aan het gevoel van dat het als gratis moet zijn. Maar wij willen juist bijdragen en aan het gevoel van wat er nu ontstaat, daar moet je voor betalen. Ja. En dat is maar een kleine bijdrage. Kunst en cultuur kost namelijk geld. Dat moet je ervoor over hebben. Ja, precies. Ja. En natuurlijk is het niet zo dat wij denken dat wij een alternatief kunnen bieden voor wat er in de theaters gemaakt wordt. Of zelfs voor wat instellingen op eigen site gaan zetten. Want je ziet dat de opera die gaat voorstellingen plaatsen. ITA doet dat al. Ballet. Allerlei instellingen zijn bezig om te kijken hoe zij voorwaardige voorstellingen via de website kunnen brengen. En wij willen wel dicht bij onze doelstellingen blijven, namelijk breed publiek verzamelen, laagdrempelig en dat vervolgens wijzen naar de echte voorstellingen. Maar daar betalen wij een kleine betaalmodule in om dat gewend te krijgen. Niettemin, dat is roeien, dat heet roeien met de riemen die je hebt en je aanpassen aan de situatie. Kan natuurlijk niet eeuwig doorgaan, ook al omdat, dat merk je nu ook deze hele ochtend, merk ik het in elk geval, dat met wie ik ook praat, ook dat publiek zo, dat contact met het publiek dan zo belangrijk is. Zijn je, blijkens de Kwaku-uitmarkt en Vondelpark, ben je dus heel Amsterdam gericht. Ben je al in overleg met de gemeente hoe het verder moet? Ja, natuurlijk. En dat is al vanaf het begin van de crisis. Dat is terecht wat je zegt, hoor. Want in wezen, het publiek is natuurlijk het belangrijkste onderdeel in dit hele verhaal. Wat wij doen, doen wij met het publiek. Wat wij doen, doen wij voor het publiek. En ook in contact met het publiek. En ook in contact dat bedoel met het publiek, ja, dat klopt. En wij zitten dan ook nog in de hoek, zeg maar, evenementen, culturele evenementen, sociaal-maatschappelijke evenementen, waarin wij verschillende publieksgroepen bij elkaar willen brengen. Ook vanuit het idee, dat is echt een diep gewortelde opinie van ons, dat het samen beleven van kunst en cultuur, dat doet je meer begrip hebben voor elkaar. Ja. En dus het publiek missen wij ook enorm. We hebben terug naar de vraag. Openluchttheater. Ja, voor het openluchttheater heb ik een coronaproef plan liggen. Het is alleen de vraag wanneer dat Maar de vraag was, ben je in overleg met de gemeente Amsterdam over hoe het verder moet? Met andere woorden, kun jij de overheid, in dit geval een gemeente, in dit geval toevallig de hoofdstad van dit land en ervan overtuigen hoe belangrijk kunst en cultuur is en hoe dat steun verdient? Ik denk dat de gemeente zich dat heel goed realiseert, Amsterdam. En ik zie ook dat het voor hen lastig opereren is. En je ziet ook dat vanuit de
Uit de regering komen er maatregelen, die worden omgevormd in een noodverordening en daar doen we het dan mee. Maar het wordt heel erg volgen van, dat was in de beginperiode tenminste, het volgen van het regeringsbeleid. Ja. En je ziet nu wel dat er meer ruimte wordt gezocht. En ik kan me voorstellen dat het echt ingewikkeld is, omdat je hebt het over volksgezondheid en je hebt het over vervolgens de ruimte die je culturele makers wil bieden om datgene te doen wat ze moeten doen en wat ze willen doen. Ja. Wij hebben daar inderdaad veel contact over gehad. Ook met de burgemeester, met allerlei beleidsambtenaren. En we zijn aan het zoeken naar vormen. En die vormen die liggen soms wel voor de hand, soms niet. Voor Kwaku is het een enorm ingewikkeld verhaal. En dat zien wij dit jaar ook niet meer gebeuren. Maar een uitmarkt heb je net uitgelegd uitmarkt hoe wel. Je dat dan gaat doen. Maar ja. ook niet erg in de open lucht. Hoe gaat het dan met het Vondelpark? Want dat is dan het eerstvolgende. Nou ja, daar zouden we nu al een dikke maand mee gedraaid hebben. Als er straks ruimte komt, dan gaan we daar een beschermd gebiedje van maken. Waarin publiek, eigenlijk net als in gewone theaters, gereguleerd binnenkomt. Zich heeft aangemeld. Vaste afstand, zittende concerten, kleine voorstellingjes op podium. Ja. Niet te veel wisselingen, weinig techniek, weinig grote groepen achter. Dans laten we even zitten, want dat is gewoon te ingewikkeld. Nou, het is aanpassen. Dat mag ook toch niet, hè? Dat nee, daarom. Dus dat is. Ja. Weet je wat het is? Ik zag Angela Groothuis net hierachter. Ja. En die had jarenlang, muziekprogramma's met Nico. Daar zat één nummer in waar ze vaak mee afsloten. Het was het nummer van T. Lau. Iedereen is van de wereld is van iedereen. Lekker nummer, kon je goed mee afsluiten. Dan kreeg je wel omhoog. En de wereld is even niet meer van iedereen. Nee. En dat voelt echt bij heel veel mensen. Mensen zijn ontheemd. Duidelijk. En je komt de dag wel door. Maar dat was het dan wel zo'n beetje. En wij zijn met dingen bezig. En dat is ook goed om je bezig te houden. Maar dat is het wel zo'n beetje eigenlijk. En je voelt aan alles dat we willen de grip weer terug. Absoluut. Laten we de wereld daar eens moet weer van iedereen worden. Duidelijk. En daar ben jij in ieder geval op jouw terrein mee bezig, begrijp ik nu. Hoeveel mensen vertegenwoordig jij met je handtekening die jij nu gaat zetten? Ik roep heel stoer 1250. Wow. En dat ga ik je even uitleggen. Als ik naar het Vondelpark kijk, dan hebben we het over pak een beet 25, 35 mensen. Vaste medewerkers, vrijwilligers, horecapersoneel. Als ik het over de uitmarkt heb, dan rennen wij rustig richting de 200. Als we het niet over de toeleveranciers hebben, maar over de vrijwilligers, mensen achter de schermen die het allemaal mogelijk maken. En heb ik het niet eens over alle theatermedewerkers die op de markt staan met hun steentjes. En in de theater staan om de voorstellingen mogelijk te maken. Maar ik heb het alleen over onze eigen groep. En dan de 1000 die daarbovenop komen. Dat is een hele grote groep van deelnemers op Kwaku die daar koken met hun steentjes staan. Die daar eigenlijk zeg maar het hele festival bouwen met hun voetbalteampje staan. Die het festival zijn, die identiteit zijn. En die wil ik ook heel graag vertegenwoordigen vandaag. Dan nodig ik je daar toe uit. Dank je wel. Frans graag gedaan. De Vries. Ja. En je kunt je handtekening daar kwijt. Ik ga het doen. Dank je wel. Dank je. Ja.